pal tegenover het gastenhuis in Druten staat een uit de kluiten gewassen berg die het uitzicht op een aangelegd natuurgebied blokkeert. Bewoners en verwanten zijn het zat en willen dat de berg zo snel mogelijk uit hun blikveld verdwijnt. Actiegroep Weg met die berg hoopt woensdagavond genoeg petities te laten ondertekenen om deze vervolgens te overhandigen aan het college van BMW uit Druten. Wethouder André Springveld heeft een aantal alternatieve mogelijkheden genoemd, maar voor de actiegroep is er maar één oplossing voldoende. Het probleem is dat wij die berg als een belemmering zien van een uitzicht wat mooi wordt. Er is een mooie waterpartijen zijn daarachter en er komt groenvoorziening en je ziet er niets van. En we nemen aan dat die waterpartijen niet alleen voor de zwanen aangelegd zijn. En die alternatieven zouden kunnen zijn het afvoeren van de berg, het aftoppen van de berg of eventueel een landschapsarchitect erbij betrekken die zegt hoe kunnen we die berg inpassen in het landschap. Nou, die laatste twee alternatieven die vinden wij helemaal geen oplossing. Wij vinden gewoon dat het depot, dat de berg weg moet. Wij wonen nu een half jaar hier en we hebben alleen nog maar dijk gezien. We willen gewoon de dijk weg. We willen weg kunnen kijken. We willen wat zien wat hier aangelegd is. Mooi natuurpaardje is hier aangelegd. We zien er niks van. Dus de berg moet weg. We hebben nu voorzien in een petitie die vanavond om 7:00 hier aan alle huishoudens wordt aangereikt. En waarin gevraagd wordt die petitie te ondertekenen. En die petitie willen wij aanbieden aan het college van BMW of aan alleen de wethouder, dat zien we wel.